Kom bij. Renrier is op bezoek bij Regina Schalkwijk-Poulier. Hij zelf komt van Curaçao en woont 20 jaar in Suriname. Bij Regina, die uit Aruba komt, en haar man Erik, is het altijd een zoete inval. Elke morgen groeten we elkaar in Papiamento. Weet je, en dan kan ik mijn Papiamento ook bijhouden, bij haar ook. Dus kom bij, bon dia, bon tardi, tu costa bon, si, bita bon. Oké, pas een bon dia, pas een bon noche. Bon bon. Ik zo, dan houden we allemaal erbij. Rijn is muzikant in hart en nieren. Hij speelde vroeger in de politieharmonie op Curaçao. Maakte tijdens een eerste bezoek aan Suriname indruk en werd hier kapelmeester. Muziek fascineert hem, vooral de verschillen tussen Caribische en Surinaamse ritmes. Dat is Atardi van, als ik het goed heb, Rudy Plaat heeft het toen gemaakt. Maar de Surinamer heeft een ander accent met die, dus aanhalingstekens, driekwartsmaat. Hij zingt bijvoorbeeld mama na da 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 hum papa. Hoor je dat? Het is de Surinamer heel sterk, dat Nederlandse accent. Hum papa, maar die Antilliaan heeft een ander accent voor die wals, voor die 6/8 maat. En heeft hij ook geïntroduceerd bij die tumba. Dat is heel, heel erg moeilijk. Allemaal Afrikaans. Rijn is het er niet mee eens dat Antillianen en Surinamers niet mixen. Maar kan je tumba en kaseko ook mixen? Zang? Nee, ik denk het niet. Want tumba is 6/8 maat mix met 2/4 maat. Het zijn 2 maatsoorten bij elkaar. En de kaseko is een 4/4 maat. Of tenminste, dat zeggen ze in de muziek, is à la brève. Ta 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 1, 2, ta ta. 2, dat is een kaseko. 1, 2, 1, 2. En die tumba gaat ook 1, 2, maar hij stelt er 3 in, 3 erin. 1, 2, 3. Snap je? Miso dembo so, ta 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 ta. 1, 2, 1, 2. Maar als je gaat kijken op papier, schrijft hij 3/4 maat of 6/8 maat. Heel interessant, heel interessant. Intussen is Regina Schalkwijk-Poulier druk met het maken van fungi en andere Caribische lekkernijen. En samen je eigen taal, het Papiaments praten of zingen, dat doen ze ook graag. Atardi. Casauta bonita, oroku solo taba, ora tu para ta canta feliz, come kunanta bai sosega. Er zijn soms wel wat vooroordelen over en weer. Surinamers vinden Antillianen dom omdat ze slecht Nederlands zouden praten. En Antillianen vinden dat Surinamers niet trots zijn op hun taal. Laat me voorzichtig zeggen hoor. Mijn mening is, we zijn in Suriname te veel beïnvloed geweest door die Nederlanders om Nederlands te praten. Op school ook werden ze gekleineerd van notakningeren. Weet je, neger Engels, waar heb je het dan eigenlijk over? Maar in Papiamento is het anders. Daar werd je gepusht om Papiamento te praten. En tot nu toe, of tenminste, ik heb het net meegemaakt, die overgang, dat men Papiamento ook lesgeeft op scholen. En dat heb je hier nog niet in Suriname. Rijn zelf is op Curaçao geboren, heeft in Nederland gewoond, komt wel eens bij familie in Amerika en op andere Caribische eilanden van het Koninkrijk en woont nu dus in Suriname. Voelt hij zichzelf nou Curaçaoenaar of Surinamer? Heel goede vraag. Kijk, mijn ouders zijn van Surinaamse afkomst. Ze zijn hier geboren, hun ouders ook. Dus ik voel me ook een beetje Surinaams. En ik voel me aangetrokken tot dit land. Weet je, op Curaçao ook. Ik voel me een wereldmens. Intussen is de fungi klaar en kan er gegeten worden en geproost op het nieuwe jaar. Bon Pasco, bon Ayamo. Salud.